NOS Jeugdjournaal. Boeren ongerust over zieke varkens. Nieuwe regels voor films en video's. Apen al heel jong, superslim. Hallo allemaal. Nederlandse boeren zijn erg geschrokken van een ziekte die bij varkens in Engeland is ontdekt. Het gaat om de ziekte mond- en klauwzeer. Mond- en klauwzeer kan makkelijk overgaan van het ene dier naar het andere. En niet alleen varkens kunnen het krijgen, ook koeien, schapen en geiten. De zieke varkens zijn ontdekt in Essex, in het zuidoosten van Engeland. Daar is onmiddellijk het gebouw waar de dieren waren afgezet door de politie. Want mond- en klauwzeer is heel erg besmettelijk. Zo besmettelijk zelfs dat deskundigen bang zijn dat het ook naar ons land kan komen. Die ziekte is nog niet in Nederland, maar stel dat dat zou gebeuren, dan komt die waarschijnlijk in Nederland doordat er een ziek varken naar Nederland toe komt. Het gebeurt wel eens dat een varken van het ene land naar het andere land gaat. En als dat gebeurt en het varken is ziek, en soms kan je dat aan het varken nog niet zo heel goed zien, hij is nog maar kort ziek bijvoorbeeld, en hij wordt in Nederland erger ziek, dan zou die andere varkens ook kunnen gaan besmetten en ook koeien. En dan worden die andere dieren ook ziek. Mond- en klauwzeer is een nare ziekte. Dieren die de ziekte hebben krijgen blaren op hun bek en op hun poten. Uiteindelijk gaan ze heel slecht lopen en moeten ze dood worden gemaakt. Mond- en klauwzeer kan optreden bij runderen. Het kan voorkomen bij varkens, het kan voorkomen bij geiten, bij schapen, maar ook bij herten. Dieren in kinderboerderijen kunnen het bijvoorbeeld krijgen. Maar gelukkig is het een ziekte die niet erg is voor mensen. Mensen kunnen hem niet krijgen. Nederland heeft gelijk allerlei maatregelen genomen. Al het vee dat Engeland de laatste 4 weken aan Nederland heeft verkocht, zal worden onderzocht. In Engeland weten ze nog niet hoe de ziekte is ontstaan. Pas wanneer ze dat hebben ontdekt en ze zeker weten dat er geen zieke dieren meer zijn, mogen ze weer vlees verkopen aan andere landen. De Nederlandse regering hoopt binnen 2 weken te weten of er ook zieke dieren in Nederland zijn terechtgekomen. Is een film geschikt voor alle leeftijden of pas vanaf 12 of 16 jaar? De filmkeuring die beslist daar al 70 jaar over. Maar vandaag deden de filmkeurders dat voor het laatst. Want er is een nieuwe manier bedacht om vooraf te laten zien of een film gewelddadig of bijvoorbeeld juist gezellig is. Met pen en papier in de bioscoop om te onderzoeken voor welke leeftijd de nieuwste griezelfilm Hannibal geschikt is. Wat een verschrikkelijk enge film, zeg. Nou, de filmkeurders hebben wel een hele spannende gekozen om voor het laatst te keuren. Ik denk dat hij voor boven de 16 is, maar zij beslissen daar nog een laatste keer over. Veel te gewelddadig voor kinderen vinden de keurders deze film. De filmkeuring vond deze laatste film een hele spannende film. Waar ja, je zou kunnen zeggen toch wel mee moet oppassen voordat je daar helemaal naartoe gaat als jong kind. Welke leeftijd? 16 jaar en ouder. Vanaf morgen mogen de filmkeurders niet meer zeggen naar welke film je wel of niet mag. Filmbedrijven mogen dat voortaan zelf beslissen van de regering. Er is iets moderners bedacht door onderzoekers. Er zijn mensen die werken bij de verschillende media en die worden opgeleid om een soort vragenlijst in te vullen. En die vragenlijst bestaat uit 34 vragen. En op basis van de antwoorden in die vragenlijst rolt er via de computer, vanzelf een leeftijd uit. Al een film voor alle leeftijden kiest de computer. MG6 betekent meekijken gewenst door ouders met kinderen vanaf 6 jaar. Verder kan er ook 12 en 16 jaar uitkomen. Bij films en video's komen deze plaatjes. Zit geweld in de film? Of seks? Of, als waarschuwing, angst. Enge film dus. De plaatjes zijn vooral bedoeld voor de ouders. Maar ook jonge bioscoopgangers vinden het wel handig. Ik vind het wel beter, want dan kun je ook niet in de maling genomen worden. En dan kun je ook zien welke film je wil. Nou, dat lijkt me wel handig. Dan kan je naar een film gaan uit je eigen keuze. Dan kan je gelijk zien wat voor film het is. De filmkeurders die ermee moesten stoppen vinden het geen goed idee dat filmbedrijven voortaan zelf mogen zeggen voor welke leeftijd een film is. Wij als filmkeuring keken of een film heel veel geweld of nare beelden had en zetten hem op 16 jaar.
En misschien denkt zo'n filmbedrijf wel, ja, maar we willen ook lekker veel mensen in die bioscoop hebben, dus laten we maar op 12 zetten. Nou, die zaak zal in de toekomst heel zorgvuldig bekeken moeten worden. Want of filmbedrijven dat echt zullen doen, dat is dus nog even afwachten. De plaatjes met daarbij de leeftijd zul je straks ook tegenkomen bij computerspelletjes, televisieprogramma's en CD-ROMs. Deze man heeft de Amerikanen flink laten schrikken. Het is een spion. Gisteravond is hij gearresteerd omdat hij Amerikaanse geheimen heeft verraden. Onze correspondent in Amerika, Charles Groenhuizen, vertelt je wat er is gebeurd. Dit is Robert Hansen, een hele gewone man die in een hele normale Amerikaanse buurt woont. 6 kinderen heeft hij. En niemand heeft ook maar iets gemerkt van alle geheimen die hij verklapte. They just seem like a wonderful family. I mean, that's all we know from living down from them. Their kids babysit some of the kids down on our end, so never would have known anything like that. Shocking. Yeah, so it's like fairy tale. Deze week is hij gearresteerd. Hij heeft 15 jaar lang Amerikaanse informatie verraden aan Rusland. En Rusland was vroeger de belangrijkste vijand van Amerika. Rusland en Amerika wilden jarenlang allebei de baas zijn in de wereld. Ze maakten in het geheim allerlei wapens voor als er oorlog zou komen. De Russen en Amerikanen wilden precies van elkaar weten wat ze aan het doen waren. En daar gebruikten ze spionnen voor. Spionnen zijn mensen die er stiekem achter proberen te komen welke geheimen een land heeft. Over die wapens bijvoorbeeld. En dat verklikken ze dan. Een spion is dus eigenlijk heel gewoon een klikspaan. Maar deze Robert Hansen was geen gewone spion, hij was een dubbelspion. Aan de Amerikanen vertelde hij geheimen over Rusland, maar ondertussen vertelde hij de Russen geheimen over Amerika. Hij klikte dus bij beide landen. En daarmee verdiende hij maar liefst 3 miljoen gulden. De Amerikanen zijn enorm geschrokken. Ze dachten dat de tijd van spionnen nu wel voorbij was. Rusland en Amerika zijn immers elkaars vrienden geworden. Maar nu blijkt dat beide landen elkaar nog steeds niet vertrouwen. Toen president George Bush hier in het Witte Huis over die spion hoorde, is hij echt woedend geworden. En hij waarschuwt de Amerikanen en zegt van pas toch op, want Amerika is nog steeds een heel belangrijk land en je weet maar nooit of iemand kwade bedoelingen heeft. En er komt nog iets bij. Amerikanen vinden het heel erg als iemand een verrader, een spion is. Want ze zijn over het algemeen heel trots op hun land. Neem, heel eenvoudig, schoolkinderen. Elke ochtend voordat de lessen beginnen staan die rechtop en zeggen I pledge allegiance to the flag of the United States. Ze zweren elke dag weer trouw aan de Amerikaanse vlag. Dat zou ondenkbaar zijn in Nederland. Hier is het heel gewoon. En daarom vinden ze het ook zo erg als iemand een spion is. En iemand die dat toch doet, wordt daarvoor dan ook heel zwaar gestraft. Ja, en dat betekent dat hij levenslang gevangenisstraf kan krijgen. Wat gebeurt er allemaal in de kop van een chimpansee? Kan die tellen, rekenen of misschien zelfs lezen? In Japan proberen onderzoekers al jaren uit te vinden wat de apen allemaal kunnen. Eén ding is zeker, ze zijn superslim. Zelfs de jonkies al. Ai-chan is 24 jaar. Ze krijgt al 22 jaar les. Ze is er even tussenuit geweest omdat ze een jonkie kreeg. Maar nu haar zoon Ayumu 9 maanden is, gaat hij gewoon mee naar de les. Voor de gezelligheid hoor, hij hoeft nog niet te leren. Dat Ai-chan heel slim is, bleek vorig jaar al. Toen leerde ze cijfers in de goede volgorde zetten. Van laag naar hoog. Zelfs met afgedekte cijfers kon ze het ook. Niet makkelijk, maar ze deed het net zo goed als de mensen. Tellen gaat dus goed. Nu zijn woorden aan de beurt. Dit is het Japanse teken voor bruin. Als Ai-chan de goede kleur aanwijst, krijgt ze een muntje. Daarna kan ze dan kiezen wat ze van dat muntje wil kopen. Ze kiest voor haar favoriete fruit. Ayumu wil het ook even proberen. Ja, een echte naaper. Ook al kwam hij voor de gezelligheid mee, hij heeft toch al wat geleerd. Hij weet dat dit teken bij het bruine vakje hoort. Ayumu krijgt een muntje. Jawel, een snelle leerling. Alhoewel, hij snapt nog niet wat hij daarmee moet doen.